We zijn vandaag Jannik Sende bij Tennis Insider. We zijn vandaag bij het tennislandschap hier in Zuid-Limburg. We zijn op zoek naar tennisdieren. Gaan jullie met mij mee? Kom! We zijn hier vandaag in de tennishal in Hoensbroek. Op zoek naar een oud, uitgestorven ras. De surf- en volleyspeler. Oh, Verhip, ik zie hem. Daar staat hij. Oh, kijk met mij mee. Oh, wat een mooie. Oh, wat een prachtig exemplaar. Kijk daar, die service. Oh, wauw, die volley. Top hoor. Hier lopen we over de tennisbanen hier in Limburg op zoek naar een van de laatste Tita Tovenaars. Volgens mij zag ik er net eentje. Kijk of die er nog is. Oh wauw, oh kijk hem al. We hebben er hier eentje. Een prachtig exemplaar. Oh wat doet hij dat mooi. Helaas, hij probeert het wel in ieder geval. Belangrijke mensen, goede tennissers. Na een aantal prachtexemplaren op de tennisbaan te hebben gezien, zijn we nu op zoek naar iemand, ja, hoe kennen we hem eigenlijk? Arrogantje, de stoere boy ook wel genoemd. Volgens mij zie ik er eentje. Kom jullie met me mee, jongens? Man, speelt zo goed, punt! Zoals we allemaal weten, op een tennisbaan zijn er ook die mensen, die gestoorden, die gekken. We noemen ze ook een flipcase. Kijken of we er vandaag eentje kunnen vinden in deze wildernis. Dus even kijken. Daar is er eentje. Laten we snel weggaan voordat hij boos wordt. We zijn hier. Op zoek naar de totale gekken die alles uit hun hol slaan. De blinden, we noemen ze ook wel de pophazen. Kijk of die daar is. Wauw, hij is gek. Kijk hem eens gaan. Hij loopt alleen maar te rossen op alles wat hij in de buurt ziet komen. Er zijn nog een paar exemplaren die ik nog niet heb gevonden. Zoals de huilenbalk. Vaak van die kleine swaminkeltjes die de hele tijd maar een beetje lopen te miemelen. Ze hebben verloren. Kijk of we er eentje vinden. Is er hier eentje in de buurt? Volgens mij wel. Laten we even snel gaan kijken. Niet te hard praten als hij er is. Als hij mist, wordt hij gek hoor. Gaat hij huilen. Oh, ik vind het echt niet leuk. Het is zo'n huilenbalk. Kom mee.